NDP-parlementariër Melvin Bouva vindt dat de verschillende vormen van criminaliteit en de zelfmoordgevallen binnen de samenleving zorgwekkend zijn. Donderdag betreurde Bouva tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée de vele moorden van de afgelopen periode en vroeg hij aandacht voor de ernst van de zelfmoordgevallen. Bouva roept de regering op om meer aandacht te besteden aan deze kwestie. Wat heel erg zorgwekkend is, voorzitter, zijn de zelfmoordgevallen die zich nu voltrekken. Allerlei vormen van verhangingen van senioren, burgers en jongeren naar, voorzitter, springen van de brug, naar allerlei andere, ik zal het niet noemen. Maar het is vrij ernstig, voorzitter, en het vraagt nu wel om dringende attentie van het beleid, van de beleidsmakers, ook vanuit hier, vanuit deze zaal, voorzitter. We weten dat het moeilijk is, het leven is uitzichtloos. Ik heb zo net gesproken over de koers, het is nu al bijna 40. En we leven door alsof er niets aan de hand is. Maar andere, meer dan 40, maar andere mensen, voorzitter, die zien mede op basis van allerlei zaken, ook de sociaal-economische situatie, het niet meer zitten. Dus ik vraag daar aandacht voor. Bouva vraagt specifieke aandacht voor de situatie bij de Weidenbosbrug. Hij is de mening toegedaan dat de toezicht en controle vanuit het beleid op deze locatie moet worden opgeschroefd. Ik geloof niet dat je daar militairen had moeten zetten over de brug elke dag en de hele dag. Maar wel mechanische bewaking, camerabeelden. We horen er is een politiebureau aan de voet van de berg, zet het aan weerskanten. Denk ook aan pilaren, voorzitter. Om het in elk geval te ontmoedigen en moeilijker te maken vanuit dat punt. Maar ook, voorzitter, heeft de samenleving een taak om elkaar te helpen, voorzitter. We moeten een campagne starten, want jepide, het is moeilijk, maar jepide, het is zorgwekkend, voorzitter.